Bij een leerling uit groep 3 van de Dubbeldamse Beatrix School is het coronavirus vastgesteld. Dat is door de moeder woensdag bij het schoolbestuur gemeld. De leerling maakt deel uit van een halve klas met ongeveer 12 andere scholieren. De school heeft de ouders van deze leerlingen persoonlijk op de hoogte gesteld. Voor zover maandag bekend is bij de school, wordt één klasgenoot van de besmette scholier door de ouders voorlopig thuisgehouden. Doordat de klassen opgesplitst zijn, gescheiden werken en niet tegelijkertijd binnenkomen of pauze houden, acht de directeur kans op meer besmettingen klein. Hoe de scholier het virus heeft opgelopen is niet bekend. Het gezin, waar verder geen andere besmettingen zijn, zit nu thuis in quarantaine.